Maar ik vind het echt best wel kut. Ik weet niet zeker of we deze 1 euro of 3 euro outfit challenge kunnen gaan volbrengen. Not impressed. Hallo iedereen, welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je kan zien zitten we deze keer op een iets andere locatie, namelijk in onze auto. En het zou heel goed kunnen dat je ook op de achtergrond een beetje regendruppeltjes hoort. Want het is vandaag fantastisch weer. Maar het is wel fantastisch weer om te gaan shoppen. Larissa en ik hebben namelijk de tip gekregen dat er een hele goedkope kringloop ergens in Nederland zit. Namelijk in Soesterberg, de 1 euro kringloop. En hier zou alles dus 1 euro moeten zijn. Maar we hebben al online gelezen dat er ook sommige items wel wat duurder kunnen zijn. Maar over het algemeen zou alles 1 euro moeten zijn. Dus ja, dat leek ons wel heel erg cool om eens te kijken van hoe ziet zo'n kringloop eruit? Zit er wat tussen? Ja, ik ben eigenlijk wel gewoon heel erg benieuwd. Ja. Daarnaast is het ook heel erg leuk om te weten dat deze kringloop werkt met vluchtelingen. Dus de opbrengst gaat ook naar vluchtelingen, goede doelen. En de medewerkers die ook in de winkel werken, dat zijn ook vluchtelingen of mensen die echt hulp nodig hebben en dergelijke. Dus dat vind ik zelf ook wel een hele mooie gedachte. Dus we hadden iets ervan. Dat is er eentje voor ons om te bezoeken. En ik ben heel benieuwd wat we gaan aantreffen. Ja, en als we daar dan toch zijn, lijkt het ons heel erg leuk om te kijken of we voor elkaar bijvoorbeeld een outfit kunnen scoren voor maar 3 euro. Dus een broek, een top, een schoenen of zo. Ja. Of accessoire. Ja. Ja. Gewoon even kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar dat zien we zo wel. Wij zijn inmiddels al binnen in de kringloop en het eerste wat we ontdekten is dat het niet de eurokringloop heeft, maar simpel. En voor de rest is het echt ontzettend groot. Je hebt hier best wel veel verschillende afdelingen met kasten, met kleding, met eigenlijk gewoon wat je altijd wel ziet in een kringloop. Maar het is echt enorm groot en we staan nu hier op de kledingafdeling, dus daar gaan we gewoon eventjes doorheen. Zo, het zit hier een beetje rond te kijken. Ik weet niet zeker wat nou, hoe het is neergezet. Het is niet echt op kleur en ook niet per se heel erg op soort. Nee. Dus ik weet niet helemaal wat de logica is. Geslacht, of wel? Ja, twijfel ik ook over inderdaad. En wat mij nu ook wel is opgevallen is dat ik eigenlijk bijna geen prijskaartjes zie. Ik heb een enkeling gezien waar een prijskaartje op zat, maar het enige is... Het was geen euro, dus we zijn achtergekomen dat de prijzen die hier gehanteerd worden niet zijn zoals we eigenlijk dachten. Dus geen 1 euro prijzen. Of de items zonder prijs zijn 1 euro. Good point. Ja, weet ik niet. Maar ik heb nergens een bordje gezien. Nee, zouden we misschien eventjes moeten gaan navragen. Dus ik weet niet zeker of we deze 1 euro of 3 euro outfit challenge kunnen gaan volbrengen. Maar ik vind het wel heel erg leuk om even te kijken wat we dan wel hier kunnen gaan vinden. Want er is wel echt heel erg veel om doorheen te snuffelen. Dus, let's see what we can find. Dit is wel echt een super mooi jurk. Echt zo'n flipper dress. Ja. Jaren 20 vibe. En hij is ook echt heel zwaar, maar hij is echt nog 29 euro. Wow. Oh, dat vind ik best wel veel. Ja, maar... Michel, wat is er wel? Hij is wel bijzonder. Ja, alles hangt door elkaar. Maten hangen door elkaar. Ik vind het heel lastig. Zo. Zitten we weer. Ja, dat was een hele snelle, kort bezoekje was het. Ja, we hebben echt wel even overal echt goed rondgekeken. Dus het was kort maar krachtig. Maar dit was totaal niet wat we in gedachten hadden. Nee, misschien waren onze verwachtingen een beetje te hoog. Maar niks als 1 euro eigenlijk. Ja, de naam was anders. En ik heb volgens mij ook helemaal niks over vluchtelingen. Maar of het stond wel echt op de website dat dit de kringloop zou moeten zijn. Dus misschien is er
ja, recentelijk veranderd, zeg maar. Ja, qua kleding, het was best wel, de maten hingen door elkaar. Voor mannen en vrouwen hing door elkaar. En ook de source kleding hing ook door elkaar. Dus en dat was eigenlijk ook gewoon niet zo heel erg netjes. Bijna elk kledingstuk dat we zagen had wel iets van een vlek of zo erop zitten. Dus dat maakt het allemaal wel een beetje jammer. Ja. Dus je extra moet uitkijken. Dus voor ons was dit eventjes geen succes. Maar goed, dan weten jullie dat nu ook bij deze. Maar uiteraard, weet je wel, je mag altijd zelf even kijken en zelf oordelen. Dit is... wij er nu van vinden. Ik ben heel eventjes gaan zoeken online en ik heb een andere kringloop gevonden. Dit is de kringloper of gewoon de kringloop in Zeist. En het ziet er heel erg netjes uit en het is vanaf hier maar 8 minuten rijden. Dus we hoeven ook niet het hele andere land weer door. Dat is... hele andere land? Waar gaan we heen? Ja, we hoeven dus niet heel ver te gaan, wat echt top is. En ik ben hier ook nog nooit geweest. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus laten we hopen dat we hier wat meer geluk gaan hebben. Maar het ziet er heel erg mooi uit op de foto's in ieder geval. Hallo, nou we zijn binnen bij de kringloop in Zeist en het allereerste indruk is in ieder geval dat het echt super netjes en mooi uitziet. Schoon georganiseerd, dus alvast een duim omhoog. Ik ben heel erg benieuwd wat we hier gaan vinden. Kijk, ik zie dit nu staan en hier staat op dat als er dus kledingstukken niet helemaal netjes zijn om te verkopen, dat ze er gewoon nieuwe dingen van maken. Dus deze tassen zijn helemaal handgemaakt. Vind ik wel echt heel erg leuk gedaan. We zitten inmiddels weer in de auto. We zijn weer niet geslaagd. Ik denk niet dat het helemaal onze dag is. Maar de kringloop zag er al wel beter uit dan de eerste die we bezochten vandaag. We hebben nu een beetje trek gekregen. Dus we gaan nu even kijken of we een plekje kunnen vinden waar we wat kunnen eten. We hebben natuurlijk ook nog wat spulletjes gedoneerd. Dat is het, dus mocht je een soort van onze spullen willen hebben. Ja. Ze zijn gedoneerd bij deze kringloop. Ja, we hebben even een zak met kleding achtergelaten. Want je kunt natuurlijk altijd nog wat, wat geven. Dus... altijd leuk. We zijn weer in de volgende kringloop en ik ga deze twee vesten heel even passen. En ik heb hier een discobal. Deze heeft een heel mooi formaatje, dus deze ga ik sowieso meenemen. Deze is gewoon van de H&M. Die ziet er nog heel goed uit. En deze is van Knithead, maar deze kriebelt. Not impressed. Hallo. Nou, na een hele dag lekker rondrijden en shoppen zijn we aangekomen bij onze ouders thuis nu. En willen jullie graag nog eventjes laten zien wat we zo al geshopt hebben vandaag. Ik heb het eigenlijk al een beetje laten zien. Maar in de eerste of de tweede kringloop had ik een discobal zien hangen. Die was kleiner dan deze. En die heb ik toch laten hangen. En toen een kringloop later... kwamen ineens deze tegen. Ja. Kijk hem shinen. Ik wilde echt al een tijdje gewoon een discobal hebben. Maar ik vond het best wel lastig om een discobal te vinden. Dus dat we er nu eentje tegenkwamen, ben ik wel heel erg blij mee. Dus tada! Ik heb een paar dingetjes gevonden vandaag. En ik zal er daarvan nu even twee laten zien. En deze komen in de Endless Weekend Shop. Dus mocht je benieuwd zijn, daar kan je ze waarschijnlijk gaan terugvinden. En met waarschijnlijk moet ik zeggen, want ik vind alles echt heel erg leuk. Moet echt moeite doen om het niet zelf te gaan bewaren. Maar ik heb hier allereerst dit super mooie dienblad of een bord. Je kan het aan de muur hangen of wat dan ook. Ja. Wat ik heel erg mooi vond, is dat hij hele mooie patroontjes heeft en kleurtjes allemaal erin. Dus deze is wel echt... super gaaf, vind ik. Dus dat is de allereerste. En als tweede heb ik deze superleuke mand of plantenstandaard of plantenpot. Hoe je dat heel leuk noemen. Om inderdaad een plantje erin te doen. Je kan er ook misschien een kaars in doen. Ja, dat is misschien een beetje gevaarlijk. Maar het is gemaakt van helemaal bamboe. En dan heeft hij deze pootje, wat ik heel erg leuk vind. En dan binnenin kan je hier dus een pot kwijt of wat dan ook. Ik moet hem wel nog eventjes goed schoonmaken, zie ik. Maar ik vind deze wel echt heel erg leuk. Tof. Ja. Al met al was het een hele geslaagde dag voor ons. Ook al viel de kringloop waar we eigenlijk alleen op doelden een klein beetje tegen. Mm-hmm. We hebben dus uiteindelijk 3 kringlopen vandaag bezocht. Ja.
Dus ja, ik vond het wel heel erg leuk. Nou, we hopen jullie het leuk vonden om met ons mee in deze videovlog te gaan. Wat zeg ik eigenlijk? Geen idee. In ieder geval, als je het leuk vond om deze video te zien, geef hem vooral een duimpje omhoog. En laat ze eventjes wat gezelligs weten in de comments. Vinden we altijd heel erg leuk om te lezen. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren. En dan zien we heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei! Waar zijn we?